Nee, ik ben het helemaal met jullie eens. Ik ben het helemaal met jullie eens. Kijk, we hebben dat nou net gehad van de week, dat Brexit, weet je wel, dat die Britten vertrokken zijn. En uiteraard heb je dan, ik ga even door met kleine normaal. Uiteraard krijg je dan een probleem van, ja, hè, ja en nee. Hadden wij, was dat nou wel zo'n goed idee? Moesten we, misschien hadden we beter, ja, want ook de consequenties, het is best wel, ook als je dat hoort allemaal, van wat dan de consequenties en ook wat ze ervan vinden, dat je je achteraf afvraagt, want misschien hadden we dat beter niet. Van de andere kant, hebben zij, jullie dus, die Britten, juist gezegd van, wel, ja, en wie zijn wij dan om, ik kan ze ook niet echt, ja, ik bedoel, het is ook hun, hè, dus wie zijn wij om, ja, ik bedoel maar, op kunnen zeggen. En dan is het maar net de vraag, wat het dan was, dat is dus, dat, ja, nou goed, dat heb je altijd natuurlijk, als het nou andersom was geweest, was er dan net zoveel paniek en zo? Ik zit trouwens even een soepje te maken. Ik hoop dat jullie niet erg. Ja, dat komt ook binnenvallen. Ik hoop dat jullie niet erg vinden als ik ondertussen even een soepje maak. Daar heb ik al een. Want het leven gaat door. Kijk, dan kunnen die Britten wel zeggen van wij vertrekken. Ja. En ik kan ze niet echt. Ja. Dus ik vind wel dat ze een punt. Maar. Ondertussen gaat het leven in Europa en dus ook in Nijmegen gewoon door. Dus ik laat mij niet voorschrijven, ook niet door de EU, van jij mag geen soep. Ja, wat laten we wel wezen, dan is het einde zoek. Dat is toch het einde zoek? Als wij ons door. Vind ik wel. Je kan niet alle Britten zomaar. Ze zitten er ook zeker. Ze zijn niet allemaal. Dat komt wel. Dat denk je niet dan, hè? Dat denk je niet dan. Die dikkop daar. Die denken van dat komt allemaal wel. Die denken ons te kunnen. Maar niet. Maar dat is niet zo. We hebben nog steeds. Hé. Hey. Wij, hè? Niet jullie. Wij. Ons. Die. Ik vind het volkomen terecht dat die dikkop, die oele, dat ze nog eens eindelijk eens even flink met de neus. Ja, vind ik wel. Wij dat volk voor hebben gekozen en aangewezen dat jullie voor ons. En dat vergeten ze nog alles. Dat willen ze nog alles vergeten. Dat lamlullen hier over het paard getilde kaleren. Waar ze het eigenlijk voor doen? Ja, ze denken van wij doen het voor. Zo suggereren ze het. Wij doen het voor. Maar ondertussen doen ze het helemaal niet. Ze doen het voor. En daar moeten ze maar weer eens met de neus in gevreven worden. Vind ik wel. Wat dat betreft is het dus goed. Ja, toch dat mensen, als het erop aankomt, dat ze niet weten waar het op aankomt. Dat die illusie is hun uit de handen gerukt. Het idee dat ze zelf. Terwijl het al lang niet meer zo is. Terwijl de macht al lang. En daarom is het nou goed. Vind ik wel. Ik vind het wel. Ja, dat is toch een eeuwenoud. Hallo. Blijf even bij. Ja. Dat is toch een eeuwenoud principe. En dat moet niet verloochend worden. En ik vind de laatste tijd is het toch behoorlijk.
verloochend. En dan hoor je ze ook jammer, en dan hoor je hun ware aard. Dan hoor je hun ware aard. Wat ze nou zeggen is van, ja, dat volk is toch waar, dat die hebben het helemaal niet, dat is dom, dat is. Dat hadden ze niet, dat is, zij beseffen niet, het volk beseft niet, waar wij, kijk. Terwijl het ondertussen dus wel zo is. Ze zijn niet. Wat zij denken dat ze zijn, dat zijn ze niet. Ze denken misschien van, maar dat zijn ze niet, nee. Wij zijn het ook niet, Maar jullie zijn het al helemaal niet. En wat blijft er dan over voor ons, normale burger? Soep maken. Met soepballen, een blik. En dan maar hopen dat wij soep kunnen blijven maken. Vermits de economische omstandigheden dusdanig zijn dat we kunnen blijven handelen. En daar hebben we dat per se niet. Niet per se die hele EU voor nodig, dat kan ook binnen de EEG. En dat we gewoon soepballetjes kunnen blijven uitwisselen. En paprika's en champignons. Hebben daar die multinationals wel voor nodig? Is dat per se noodzakelijk? Kunnen wij onze soepballetjes niet gewoon uit de regio halen? Dat we daar niet een multinational, dat er met een vliegtuig vanuit China, dat de soepbal. Dat moet toch kunnen? Nou ja. Dat hadden ze toch kunnen, dat zijn het toch daar hebben wij ze voor ingehuurd, omdat zij kunnen zien van tevoren van wat, en dat ze daar dan een antwoord, maar dat hebben ze niet. Dat hebben ze niet. Geef meteen ook aan wat ze wel dachten van, oh dat gaat niet gebeuren. Ze kiezen de veiliger van, dat zal ons, nee, we blijven gewoon lekker zitten waar we zitten. Ook binnen de EU. En hebben we ze toch maar even met z'n wij, hè, ons? Hebben we ze toch maar even. Hey, ons. Maar trap er niet weer in, hè? Trap er niet weer, hey jullie, aan ons. Trap er niet weer in. Laat ons niet meer overlopen, overtrappelen, plat trappelen door. Dat soort.